Vandaag in de vlog. Hoe gaat het? Goed. Ook wel een soort varkentje of zo. Of een heel dikke kat. Ik ben eruit hoor. Zeker het stuk over stalking. Daar herken ik helaas wel veel in. Want ik heb ook daar helaas best wel wat ervaring mee. Ja, volgens mij zag ik jou daar heel even tongen. Maar... Oh, ik dacht, wat gebeurt hier nou? Ik kijk daar niet meer van op. Goedemorgen. Ik ben in Amsterdam wakker geworden in het Volkshotel, deze heerlijke kamer. Erg lekker geslapen, maar ik ben wel een beetje brak. We waren gisteren naar het Vrouwkie-concert en toen nog uit geweest. Eerst waren we in de Exit en toen nog even naar de Nix. In de hoop dat het daar leuker zou zijn, want het was, ja... Eigenlijk, de Exit is nog nooit echt... Nou, vorig jaar was het trouwens ook niet zo. Oh, shit. En toen heb ik toch wel de klassieke fout gemaakt door te denken... Misschien moet ik gewoon iets meer drinken om in de sfeer te komen. Ja, dat hielp niet echt. Ja, ik heb het gevoel dat ik gewoon nog een klein beetje aangeschoten ben. Maar verder valt het eigenlijk wel mee qua hoofdpijn en ik ben niet misselijk of zo. Dus het kon erger. Maar dat was heel gezellig. Ja, we hebben echt wel toch wel heel erg naar ons zin gehad en... Ook wel echt lekker staan dansen, dus daar ging het eigenlijk uiteindelijk om. Maar ja, ik zie er allemaal mensen alweer aan het hardlopen naar de gym. Dat is dan toch wel weer even confronterend. Ik ben benieuwd hoe het met Bonnie en Nick en Lisa gaat. Het is nu iets van 10:30. Ja, ik ga dus niet meer in de hot tub boven op het dak, want ik heb mijn zwembroek niet bij me. En ik geloof ook niet dat ik het aan zou kunnen. Ik ga ook niet ontbijten, ik kan het ook even niet aan. Maar ik heb wel erg veel zin in koffie en ook echt best wel trek, dus ja, ik mag hier tot 12 uur zitten. Nou, misschien ga ik dat ook wel lekker doen. En dan ga ik daarna even lekker wat eten en koffie drinken. En dan weer lekker terug naar huis. BTW-aangifte doen. Misschien doe ik dat morgen. Het lijkt net alsof ze samen in dit bed wakker worden. Dat mag je wel niet weten. Oh. Wel gebrek. Jezus. Ik zie er wel heel licht in deze kamer. Ja, ik had even die dingen opengedaan voor het shot, maar... Hoe doe je dat eigenlijk? Het kan toch alleen maar zo? Nee, als je... Het gaat ook weer helemaal omhoog. Dus wel even licht zo. Hoe gaat het? Goed. Oh ja, net zo goed als bij mij. Maar jij komt dus ook niet aan om naar de ontbijtzaal te gaan? Nee. Ik heb dat dus ook. Ik zit al, hoe kom ik ooit op het station? Dat wordt al inderdaad een uitdaging. Hadden we maar een brancard of zo. Toen zo weggedragen werden. Ja. Maar het is buiten wel lekker fris, dat scheelt. Ik heb het ook gewoon een beetje warm. En dan dat lawaai van mensen. En dat je dan moet nadenken over wat je wil eten. Ja. Maar ja, daar hebben ze wel koffie. Lisa en ik zijn het aan het doen. Ja, wordt wel een leuke avond. Het echt heel leuk. Ik vond het concert echt geweldig. Ja. En ik vond het daarna ook heel gezellig, nog bij Paradiso. Ja, we mochten helemaal in de kleedkamers. Ja, dat is echt leuk. Ja, zijn we toen gelijk naar de Exit gegaan? Ja. Oh ja. Volgens mij wel. Ja, dat vond ik niet echt de leukste keer ooit daar. Nee. Ook met die vieze mannen. Ja, vieze mannen waren er. Dat was een beetje vervelend. Ik vond de muziek trouwens ook niet zo leuk. Nee, toen we binnenkwamen was het net een soort skihut. Ja. En meestal gaat het dan na een half uurtje wel over, maar dat bleef een beetje. Dan gingen we naar de Nix. Ja. Voor 16 euro pp. Ja, want ik rekende zo 64 euro af. En ik dacht al, het is weggegooid geld. Ja, per uur wordt dit een heel hoog prijs. Toen we daar naar binnen gingen was ik eigenlijk al moe. Ja. Maar we dachten, laten we het even proberen. Misschien is het heel leuk. Ja, maar en toen kwam ik binnen en toen draaide ze Ariana Grande met Yes En. Ja, toen leefde jij helemaal om. Ja, dacht toen ik ging jij nog tegen mij, het is echt een goed nummer, hè? Ook zo grappig. Ja. Ja. En als het zo was gebleven, die muziek, dan had ik denk ik nog best wel lang doorgekund. Maar toen werd het toch weer een beetje saai dance. Ja. Ik kwam nog wel
heb je die jongen gezien die mij zo helemaal op mijn bek pakte? Was dat die met die lange krullen? Nee, hij had geen lange krullen. Want jij was ook de hele tijd met een jongen met lange krullen. Oh, nee, maar dat was in de exit. Ja, wie was dat dan? Dat was Ruben. Ken je die? Ja. Waarvan? Van vroeger. Wat betekent dat? Nee, ja, hij was een vriend van Jesse eigenlijk. Hij was een vriend van een vriend van ons en die is toen met Jesse mijn vriend geraakt. Okay. Nee, in de niks was zo'n jongen die ik buiten al gedag had gezegd. En die liep zo op me af zonder iets te zeggen. Goek, pakte hij op mijn bek en toen heeft hij mij tijd zijn tongen. Ik heb niet gezien. Nee. Zat echt naast jullie. In die grote zaal? Ja. Nou, volgens mij zag ik jou daar heel even tongen. Maar... Oh, ik dacht, wat gebeurt hier nou? Kijk daar niet meer van op. Nee. Niet onthouden. Jezus. Oké, nou ja. Ik zet even de camera uit. Ik dacht, ik ga even lekker een wandelingetje maken tegen de kater zomer. Het is weer keihard aan het regenen. Maar ja, misschien straks. Ik heb een lekker dutje gedaan. Een beetje dutjeshaar. En er is een behoorlijk zwaar pakket. Ik ben benieuwd, want ik heb niks besteld. Huh? Wat is dit? Gebiertekaartje. Staat er echt. Gebiertekaartje. Oh. Queer beer. Lieve Bram, geniet van deze biertjes en groetjes aan Kai. Dolblij, gelukkig zijn we met ons eerste kindje. Queer beer. Hoppy White Spicy Mango. Grappig. Het is 13 gram. Geboren om 16:22 uur, specifiek. En 20 bij 13 centimeter lang. Cute. Oh, dat verklaart dan dus ook wat er verder in deze doos zit, behalve het bier. Wat cool. Queer beer. Queer beer is brewed with pride. Door een biertje te kopen, support je automatisch queer charities. Goede doelen. Let's toast to love and celebrate life. Echt mooie, mooie labels. Hoppy White Spicy Mango. Dat klinkt ook best wel goed. Ja, ik ga het nu even niet proberen. Want ik moet er even niet aan denken. Ik ben wel erg benieuwd. Ik vind het ontzettend mooi uitzien. En het is ook nog eens queer. En kijk wat er nog extra bij zit. Ontduid, bedankt. En kijk wat er nog eens extra bij zit. Oeh, echt lekker. Beschuit met, nou, geen muisjes, maar een soort confetti muisjes. Anijs pret. Echt superleuk. Als je benieuwd bent naar het queer beer, je kan ze bestellen op queerbeer.eu. Echt lekker woord, queer beer. Dankjewel. Moet iemand zijn kat het uitlaten of is dat een heel gek hondje? Huh? Lijkt wel een soort, ook wel een soort varkentje of zo. Of een heel dikke kat. Hé? Oh nee, het is een heel wollig hondje. Oh, moet je die drol oprapen. Ja. Ik ben toch bang dat dat is waarom ik nooit een hond zou kunnen hebben. Dat je de hele tijd poep moet oppakken. Ik ga eens even wachten of het misschien nog wat droger wordt. En dan even lekker naar buiten. Even wat frisse lucht. Zal mij goed doen. Hoewel, het gaat wel echt best. Het gaat best. Thank you.
Ik ben eruit hoor. Ik bedoel, ik ben buiten. Het is behoorlijk fris, het waait hard. Maar het is toch wel heel mooi. En het is heel rustig, er is helemaal niemand. Dat komt denk ik omdat het net heel hard geregend heeft. Maar ja, het is hier. Ik ben op de Zuiderheide. Ik dacht, als het ergens mooi is met ondergaande zon. Nou ja, trouwens op Bussumheide ook. Maar hier is het vaak dan heel mooi. Het is ook prachtig. Kijk, die... ja, ik dacht dus altijd dat het brem was, die gele bloemen. Zie je ze eigenlijk? Nou ja. Maar dat heet dus anders. Heidebrem of zoiets. Ja. Er zijn niet heel veel hondenmensen. Ik had verwacht nog misschien de runderen te zien, maar dat zie ik nog even niet. Zo, het was een lekker wandelingetje, maar het is wel 2 keer best wel hard gaan regenen. Dus ik kwam helemaal door week thuis alsnog. Maar ja, het was mooi. Het was chill. Ik heb eten besteld. Ik kon het niet opbrengen om te gaan koken. Maar ik had wel zin in even iets lekkers. Dus ik heb een pad thai besteld en saté. Ik weet niet of het een acceptabele combinatie is, maar ik had ook heel erg zin in saté. Zo lekker. En ik ga de laatste aflevering kijken van... De serie die ik de afgelopen week heb gekeken, Baby Reindeer. Echt fantastisch. Ongelooflijk. Ik zal je straks vertellen waarom ik vind dat je er naar moet gaan kijken. Oh, ik ben zo moe. Mijn ogen vielen de hele tijd dicht. Hoe goed die serie ook is. Oh, maar... Baby Reindeer is een rare titel. Misschien als je de serie hebt gezien is het geen rare titel meer, maar het is niet een soort schattige kerstfilm voor kinderen of zo. Het is echt een fantastische serie. Een van de mooiste dingen die ik heb gezien, denk ik, de afgelopen tijd. Het begint een beetje als een soort comedy drama. Het gaat over een man die comedian wil worden, maar in plaats daarvan werkt hij in een bar. En er komt op een dag een klant binnen, een vrouw die hem gaat stalken. En dat, nou ja, dat loopt helemaal uit de hand. En dat wordt een ongelooflijk verhaal met allerlei plot twists en wendingen en dingen die je niet ziet aankomen. Het is volgens mij een waar gebeurd verhaal. De acteur die de hoofdrol speelt, heeft het ook geschreven. Dus het is een super persoonlijk verhaal en dat voel je ook heel erg. Dat leidt er ook wel toe dat het af en toe een beetje alle kanten op gaat. Want op een gegeven moment is het helemaal geen comedy meer, maar is het gewoon... Ja, een soort crime, een soort thriller-achtig. En dan op een gegeven moment wordt het heel, ja, toch heel intens en heel heftig. Zeer aangrijpend. En zeker het stuk over stalking. Daar herken ik helaas wel veel in, want ik heb ook daar helaas best wel wat ervaring mee. En dat was heel benauwend om dat zo te zien gebeuren. De hoofdrolspeler die denkt een paar keer van nou... Ik ga wel even mee in dit grapje of ik zeg wel even iets aardigs of ik ga er even niet tegenin. En dan in één keer gaat het mis. En dat is, dat is denk ik wel hoe het gaat. Zeker als je zelf niet zo stevig in schoenen staat. Ja, Baby Reindeer, echt een aanrader. Mocht je ook nog leuke Netflix tips hebben waarvan je denkt echt iets voor Bram, laat vooral weten in de comments. Ik ga hierna nu denk ik beginnen met Ripley, nieuwe serie op Netflix. Baby Reindeer is ook op Netflix. Zo, ik val tijdens het praten gewoon bijna in slaap. Dus ik ga naar bed. Dankjewel voor het kijken. En tot morgen. Kijk maar even. Doei! Kijk in het kale plekje. Zielig. Ja, goed er maar aan. Het gaat over een man die stand-up comedy... Phew.